Een Duitse agente die van haar bazen moest kiezen tussen haar baan bij de politie of een carrière op Instagram, heeft na een half jaar onbetaald verlof de knoop doorgehakt, ze trekt haar uniform weer aan. Adrienne Nicolesar, 34, uit Dresden had een officiële waarschuwing gekregen nadat ze op Instagram een heuse influencer was geworden. Meer dan 658.000 volgers verzamelde de vrouw nadat ze 3 jaar geleden verkozen was tot mooiste agente van Duitsland. Haar fans genoten onder meer van haar exotische vakantiefoto's en kiekjes in bikini. Reizen. Zes maanden geleden nam ze onbetaald verlof bij het politiekorps en ging ze reizen. Ik krijg geen uitkering maar ga van mijn spaargeld leven en van wat ik kan verdienen op sociale media, meldde ze in een video die ze in juli vorig jaar oplaadde. Vorige maand kreeg ze van haar bazen echter het bericht dat de vakantie voorbij was. Dresden kampt met een flink tekort aan politiemensen en daardoor moest ze kiezen, terugkeren bij de politie en haar activiteiten op sociale media aanzienlijk terugschroeven, of ontslag nemen. Lees verder onder de foto.